Waarmee gedreigd wordt, is dat het Balticum, dat zijn dus de drie Baltische staten, dat die dan onder nucleaire dreiging zouden komen. Die is er in zekere zin al, omdat Kaliningrad, dat is zeg maar het kleine rode plukje tussen de Baltische staten en, en, en Polen, daar zit eigenlijk, daar, daar hebben de Russen al een overwicht, daar hebben ze raketten staan die ook um, nucleair, van een nucleaire payload kunnen worden voorzien. En daarmee gijzelen ze eigenlijk de hele Oostzee. Dan moet je je voorstellen wat er gebeurt. Binnenzee van de NAVO eigenlijk. En dat, dat het straks ja. een, die Oostzee een binnenzee van de NAVO wordt, dan, dan draai je de rollen ineens om. Mm. En dat is natuurlijk historisch. Ja. Vooral als je kijkt naar Finland. Uh, Dit plaatje laat het goed zien. Finland is, um, nou ja, is natuurlijk een soort van afgedwongen neutraliteit. Er uh, zijn um, uh, drie, vier keer aangevallen door de Russen, hebben ook ongelooflijk veel um, land verloren, uh, oost Um, ze hebben um, uh, op een gegeven moment onder, eigenlijk onder dwang, hebben ze die neutraliteit moeten afspreken met, uh, met de Russen. En daar tegenover gezegd van, nou, dan worden we geen lid van de NAVO. Begin jaren 60 had je nog dat Khrushchev eiste dat ze lid zouden worden van het Warschau-pact. Um, en, en dat dat dan nu gebeurt. Is historisch. Is historisch. Want waar ging dit om? Of waar begon die dit Het wilde er nou net voorkomen. Poetin had eigenlijk, als je ze samenvalt, acht eisen, maar die kwamen op drie dingen neer. Eén, ik wil de Oekraïne hebben. Um, daar is Hard mee bezig, ook met een soort van etnische zuivering, mm -hmm. de Russificatie van de Oekraïne. Ja. Twee, de NAVO terug naar voor 97 Nou hij krijgt de NAVO erbij. De hele ja, ja. cirkel rondom van de Oostzee, uh, uh, Baltische. Ba ja, de Baltische met... zee is heel belangrijk voor ja. Rusland. Weer een klap dus voor uh, Poetin. Um,